Het proefje, wat zijn we aan het doen, Erik? Nou, dat heeft met die warme lucht en vocht te maken. Oh, je bent zo goed in bruggetjes. Nee, ja, maar ik bedoel, nee, helemaal niet. Wat is het verschil tussen deze twee glazen? Die ene is koud water, de andere die is lauw water. Hoe weet je dat? Nou, omdat die heb ik net ingeschonken. Daar zitten ijsklontjes in. Hoe weet je of die lauw of koud is dan? Nou, omdat er zitten ijsklontjes in. Glas is beslagen. Wat zie je nog meer? Aha, kijk, Thijs, let goed op. Het is beslagen, het glas. Vind je het niet raar dat als je een droog glas pakt en je schenkt er iets heerlijk kouds in, water, frisdrank, bier... Dat is gek eigenlijk. Dat het aan de buitenkant juist hartstikke nat wordt. Ja. Waarom is dat? Dat is gek. Dat is dezelfde manier waarop wolken ontstaan. In de lucht hier zweeft allemaal gas, waterdamp. Zien we niet, maar je voelt het wel als het broeierig is. Ja. Op het moment dat de lucht afkoelt... kan de lucht minder waterdamp bevatten. Die waterdamp gaat dan over, dat condenseert, wordt een druppeltje. Dus je ziet het, dat op het koude oppervlak... de druppeltjes die dus onzichtbaar hier buiten zijn, zich gaan afzetten. Dat zie je ook in de douche, dat zie je als je ruiten beslaan in de auto. Op het moment dat een voorwerp kouder is in een vochte omgeving... ga je dus nattigheid aan de buitenkant krijgen. En een wolk is precies hetzelfde. Hoe meer vocht, hoe meer waterdamp... Als dat gaat stijgen, dan gaat dat condenseren en dat moet ergens weer naar beneden. Heel goed, heel goed.